Er was eens een lui jongetje dat altijd sliep in de klas. Tot op een dag de juf dacht, hier moet ik iets aan doen. Ze vroeg, wat willen jullie later worden? Drie meisjes zeiden, ik wil koning worden. Een derde meisje, die jongens wilden trouwen met de juf. Dan vraagt de juf aan het luie jongetje, wat wil jij worden? En daar antwoordt hij op, ik wil tovenaar worden. Toen de school gedaan was, huppelde hij naar huis. Later ging hij naar het bos waar tovenaar woonde. Hij woonde in een grote boerderij. Bij de bel stond spreekwoord van 1 tot 3, poezee. Toen keek hij naar het spreekwoord en ging binnen. Het jongetje zei, ik wil niet meer naar school, ik wil leren toveren. Daar zei de tovenaar op, dat duurt 3 jaar. Dan kan ik even goed naar school gaan, hoehoe. De tovenaar zei, dan gaan we naar mijn vader, die kan dat sneller. Dat is 2 jaar. Daar antwoordde het jongetje op, oké. Dan vertrekken we. Ze huppelden door het bos en sliepen op bladeren. Een jaar later kwamen ze aan bij de oude tovenaar. De oude tovenaar met een baard met een buis. Veranderde het in een uurwerk. Zei, als je oud wordt, vergeet je snel het uur. En at het horloge op. De jonge tovenaar zet waarom het bezoek uit. De oude tovenaar zei, dat duurt dan 2 jaar. Het jongetje zei, dan kan ik even goed naar school gaan. Oeh, ja, zei de kleine tovenaar. Dan kunnen we naar mijn moeder. Die woont hier 1 jaar vandaan. Zij kan het wellicht sneller. Ze varen over de 7 zeeën. De jongen leerde alles over de continenten, de vissen. Ze sliepen op de boot. Toen kwam ze aan bij de heks. Ze woonde in een grote boom, helemaal boven in voeten vegen. Ik heb net gekust met haar 3 uilen en een aap was ze. Met pensioen, ze kon toveren als de beste. Nu deed ze het wat rustiger. Zo, jongelui, wat breng jullie hier? Ze maakte thee door op de theepot te blazen. Het jongetje hier wil even slim zijn als de anderen zonder naar school te gaan. Oh, maar dat kan toch, duur 1 jaar. Het jongetje begon te huilen. Dan kan ik even goed naar school gaan. Ja, zei de heks, het kan misschien sneller. Kom, we gaan naar mijn moeder, die woont op de maan. Daar vlogen ze in een groot paraplu omhoog. Op de maan zat een heel oude heks. Ze dronk thee uit een kopje en had een bokaal op haar hoofd. Ik weet wat jullie hier komen doen, zei de heks. Toen zei de heks, jullie komen hier omdat de jongen niet naar school wil. Daar kan ik wel wat aan doen. En toen duwde ze de jongen van de maan. En dan ontwaakte de jongen op de stoel in de klas. De jongen roept, nee! Hij besluit vanaf nu goed zijn best te doen op school. Iedereen is blij. En dan!